Welkom bij een nieuwe aflevering van Gamers at Gear, waar we bij Gamers.nl elke dinsdag de laatste tech gadgets in gear met betrekking tot games bespreken. Naast me zit Tom. Dit is Peter. En dit is de Corsair Void Pro Surround Headset. Pa-da-pa-pa-da-pa. Ja. Oh, netjes. Dat is een beetje... I'm loving it. Maar, ja, nee, het is inderdaad de Void Pro Surround. En dat is wel interessant, want Corsair heeft meerdere headsets. En heet eigenlijk altijd de Void. Dus er zijn meerdere Void Pro's, maar dit is de enige Void Pro Surround. Dus als jij een Void Pro hebt... Die je geen surround hebt, dan weet je niet wat er achter je gebeurt. Nee, nou, dit is wel opvallend, want er zijn meerdere Void Pro's die surround hebben, maar dan heb je weer de RGB en de niet-RGB en de wireless en heel specifiek. Dit is er eentje die op meerdere dingen werkt. Corsair heeft een heleboel headsets, draadloos, bedraad, die eigenlijk alleen maar zijn voor PC. Dit is er eentje die ook gewoon, weet je wel, met een 3,5 mm jack. Hij kan in je iPhone, hij kan in je Android apparaat, hij kan in je controller van je Xbox, van je PlayStation, van je Switch. Kan allemaal. Dus dit, wat dat betreft is dit een van de minst PC-gerichte dingen die Corsair ooit heeft gedaan. Maar natuurlijk, als je het surround wil hebben, zit er zo'n adaptertje bij. Dan prik je gewoon het ding in en dan hierin, of hieruit komt eigenlijk in één keer je 7.1 output. Wat vet. En ik vind hem echt heel mooi. Ja? Ja, ik hou van die dingetjes hier. De soort van, ja, we kunnen dan ook nog draaien van ja, dit vind ik leuk, Ja, de soort van verbuiging in het ja, oor. Ik vind het een hele stijlvolle headset waar je gewoon op straat mee kan lopen. En dat vind ja, ik niet altijd. Ja, ook met deze enorme... Ja, kan die er niet af? Nee, die is retractable, maar niet zeg ja, oké, okay, dat is dan jammer. Maar goed, ja. Ik vind het qua design echt een tof ding. En ik vind het leuk dat... Eigenlijk, Corsair heeft alleen maar dit design. Maar het valt nu op dat dit is dus de carbon versie. Ze hebben ook nog met rood, maar dit is zoveel mogelijk zwart. En hier zitten bijvoorbeeld ook geen lampjes in het Corsair logo. Ja, dat is wel een ding, want gamers houden van lampjes. Ja, nou ja, dit is wat dat betreft... Het is ook een euro of 80 waar we het over hebben. 70, 80, dus het is wat... Voor Corsair wat lager ingestoken headset. Dit is basically hun laagste instapmodel. Dus ja, dan krijg je ook gewoon geen lampjes erbij. Koop ik een stand of koop ik een headset? Ja, dit is letterlijk de stand waar die nu op staat, die we laatst ook behandeld hebben. De ST100 RGB is net zo duur. Ja, precies. Het is best wel bizar dat je gewoon het ene ding koopt, het andere ding kun je dan opleggen, want ze zijn allebei dezelfde prijs. Maar ja. Hoe zit die? Nou, dat vind ik heel leuk dat je vraagt hoe die zit, want ja. Hij is oprecht te groot voor mij. Oh. Hij is letterlijk, ik kan het laten zien, het is, hij sluit net aan. Maar op zijn allerkleinst heb ik hier een beetje ruimte over, hier onderin. Nou, daar zijpelt het geluid gewoon uit. Ik weet niet of het jullie opvalt, maar Tom is aan de skinny kant. Die eet zijn spinazie niet. Nee. Dus het zal niet voor iedereen gelden, want... Nee, ik denk als je inderdaad een wat fermer hoofd hebt, dan gaat hij perfect zitten. Rustig, een normaler hoofd. Ja, gewoon een dikke, vatsige mix, zoals jij hebt. Kan je niet meer zeggen. Nee, dan gaat het helemaal goed komen. Maar als je een wat petiter hoofdje hebt, of je bent een dame... Ik hoor hem of, niet, hij zit bij mij prima. Ja, nee, ja. Wat dat betreft... Ik vond het persoonlijk heel jammer dat hij gewoon op zijn allerkleinst nog steeds net een tik te groot is. Waardoor echt letterlijk het geluid sijpelt weg en daardoor kon ik niet meer... De bas was weg, het hele 7.1 geluid, ja, het is een beetje alsof dat wegcijpelt. Het is natuurlijk ook geen 7.1, het is gewoon upscaling. Het zijn gewoon twee speakers, 50 mm dat wel. Maar nee, ik vind het design ook heel fraai, ook het feit dat dit kan draaien. Het heeft wel iets, vind ik. Dat is fijn dat je hem zo op je kan... Dat is cool. Ja, precies. Maar wat dat betreft, ja, dat is wel echt een dingetje wat je moet weten. Als je een wat kleiner hoofd hebt, dan moet je ermee oppassen. Ja, maar dan weet jij dus niet hoe die klinkt. Nou, ik heb hem aangedrukt voor de geluidstesten. Het 7.1 is een smaakkwestie natuurlijk. Als jij dat virtual upscaling wil hebben voor je Arma, voor je CSGO, dat kan allemaal. Ik vind dat persoonlijk nooit zo heel veel toevoegen. Het geluid uit zichzelf is gewoon relatief zuiver. Ik mis wat meer bas, zoals ik bijvoorbeeld ook mijn Razer Kraken Pro heb. Ik vind die net iets voller en warmer in geluid. Dit is wat neutraler, maar misschien daardoor juist ook wel beter... Voor je shooters en zo. Want de spatial awareness zit er wel goed op. Dus als je inderdaad een beetje om je heen wil horen. Het is natuurlijk geen surround. Maar als je iets meer het idee wil hebben van iets zit voor me, achter me, onder me. Ja, dan is belangrijk. Het gewoon een hele neutrale, fijne headset. Ja. Okay. Ik kan hem natuurlijk met software ook nog gewoon tweaken met de equalizer. Kan dan helaas weer niet als je hem aansluit op iets wat niet een PC is. Want dat gaat natuurlijk allemaal via de USB. Poort zorgt natuurlijk voor dat je de Corsair... Ja, als je hem in een PlayStation of Xbox stopt, is het gewoon het geluid van de PlayStation of Xbox. Moet je het via de PlayStation of Xbox aanpassen. Ja, klopt inderdaad. Nee, en hetzelfde geldt voor eigenlijk alles waar je hem opprikt. Als je hem gewoon met een 3.5 mm jack erin steekt, dan is het gewoon... Dan moet je maar zorgen dat je moederbord of je geluidskaart of wat dan ook een goede equalizer heeft. Maar als je dat Dolby 7.1 wil hebben, dan zit je hierop. Outgoing audio. Outgoing audio. Wilde je daarover beginnen of niet? Mogen we net over beginnen? Nou. Hij is Discord certified. Dus echt, hij heeft het Discord label.
Maar ik was persoonlijk, ja, ik vind de microfoon niet enorm prettig of zo. Okay. De microfoon is natuurlijk ook, je kunt hem, het is twee kanten op. Het is recht voor je mond of het is daar. Je kunt hem wel een beetje tweaken, maar Corsair zegt het is een unidirectional noise cancelling microphone. Ja, dus als ik ergens anders sta, dan hoor je het niet door de microfoon. Nou, je hoort het heel veel verder weg, maar je hoort het nog steeds wel. Dus het klinkt echt ver in de distance. En als ik denk als je Discord of wat dan ook zo goed afstelt, dat je er niet zo heel veel problemen mee zal hebben om dingen echt eruit te laten filteren. Maar ik vind gewoon het geluid dat als je erin praat, het is nog steeds heel erg blikkerig. Ja. Het heeft nog heel erg die Xbox Live uit de jaren Xbox 360 vibe. Weet je wel, iedereen met die standaard microfoon aan het schreeuwen was dat ze je moeder te raas hebben genomen gisternacht en zo. Ja. Dat komt hier heel snel in door. Dus wat dat betreft denk ik dat er heel veel headsets zijn met een zuiverdere microfoon. Zoals bijvoorbeeld de HyperX Cloud 2 of zoals gezegd de Razer Kraken vind ik dan net iets fijner in het geluid. Terwijl, ja, natuurlijk als je een streamer bent of een broadcaster of een content creator heb je gewoon een goede microfoon hangen. Dat is natuurlijk wel veel fijner. Ja. Maar ja, daarom is het ook jammer dat hij niet weg kan. Daarom is hij ook heel erg gericht op de wat meer casual console gamer. Die daar misschien niet zo mee bezig is. Daar is de prijs ook naar. En die gewoon een makkelijke headset wil die gewoon kan plug-and-playen. Ja, dit is oprecht een hele fijne plug-and-play headset. Met dan ook nog de mogelijkheid om toch dat 7.1 virtueel dan weliswaar te leveren. Dus wat dat betreft doet hij het goed voor de prijs van €80. Maar er zijn gewoon een aantal kanttekeningen dat je denkt van misschien moet je dan ergens anders naar kijken. Heb je een kleiner hoofd? Wil je een iets betere microfoon? Hou je van een wat warmer, voller geluid wat dan misschien niet surround approved is? Dan is dit misschien niet je ding. Maar verder is het wel een fijne allrounder als je een ferm hoofd hebt. Je wil dat surround gebeuren. En het is Discord certified. Dus jee. Wow. Tot slot. Laten we even stilstaan bij de mensen die een klein hoofd hebben. Een vergeten groep waar heel veel apparaten niet voor gemaakt worden. Nee, moeten altijd bij de kinderlijn kijken. Ja. En het is zo'n roze trust headset met Frozen mensen erop. Ja, dat is het enige wat past. Staat je goed trouwens? Ja, nee, ja, oprecht. Dat daar niet van. Maar moet ook, als ik ga streamen doe ik altijd zo'n gamer headset op die ik helemaal niet fijn vind. Veel te groot. Ja, anders dan zien mensen met mijn Frozen headset. Dat snap ik. Ja, dat Tom, let it go. We gaan er een eind aan breien. Bedankt voor het kijken deze week. Wil je echt alles weten over de Corsair Void Pro Surround? Check dan vooral de geschreven review op gamersnet.nl met alle ins en outs, packs en alles. Tom's mening, je weet het. En volg ons overal waar je ons kan vinden. Van YouTube tot Twitter, van Facebook tot Instagram en nog veel meer. Steam, et cetera. Bedankt Tom. Bedankt Peter. Tot de volgende keer. Hey.